Misschien is het goed even te vertellen wat mijn achtergrond is. Ik heb ooit 10 jaar geleden ben ik gepromoveerd op het ontwikkelen van digitaal onderwijsmateriaal, e-modules voor het vakgebied voeding en epidemiologie. Dus ik heb een soort vakdidactische achtergrond. En ik ben sindsdien verder gegaan met het ontwikkelen van digitale modules op Europese projecten. Dus dat werd allemaal wat groter en werd ook breder in Europa ingezet. En daarnaast ben ik gewoon on-campus docent in nutritional epidemiologie. Dus een paar jaar terug besloten we gaan volledig online. En ik had dus al allemaal brokjes liggen in allerlei vakken die ik de afgelopen jaren ontwikkeld heb. En toen gingen we dus hele vakken ontwikkelen. En dan is het niet meer een digitale module die je on-campus in een practicum gebruikt. Maar dan moet de hele setting eromheen digitaal worden, online worden. En dat was de uitdaging van de afgelopen jaren, wat ik met een team docenten en heel veel ondersteuners heb opgepakt. En daar wil ik nu het resultaat van laten zien. En dan neem ik een vak als voorbeeld wat net voor de kerst gelopen heeft. Ik was daar zelf docent en moderator. We werken deels met docenten die zijn echt de inhoudelijke experts van het vakgebied. En daarnaast hebben we een moderator die de studenten helemaal door de cursus heen helpt, alle vragen beantwoordt. En in deze fase is dat soms gecombineerd. Dus in dit geval was ik deels de vakinhoudelijke docent, dus kon ik de studenten deels inhoudelijk verder helpen. En ik was ook de moderator, dus ik hielp bij het hele proces. Wat je hier ziet is Blackboard. En je ziet aan de linkerkant de indeling in weken. Dan zie je ook dat een cursus dus 5 weken heeft en een introductie. In die 5 weken, laat ik straks zien, daar gaat de student chronologisch door de stof heen. Daarnaast hebben we ook de zogenaamde course library. En daar is dezelfde stof is meer geclusterd op onderwerp. Elke cursus begint met een introductie. In de introductie zit wat je gebruikelijk in een vak hebt zitten. Dat is niet anders voor een online vak. Waar gaat de cursus over? Wie zijn je docenten? De hele course guide. Wat verwacht je van de cursus? En we hebben in elke cursus een visueel schema. Hoe de cursus is opgebouwd. Om houvast te krijgen. En de eerste week is het thema. Ze moeten evidence van een heleboel verschillende studies leren integreren. En daar een conclusie uit trekken. In de epidemiologie ga je typisch kijken naar grote groepen mensen en grote groepen populaties. Maar je hebt daarnaast ook interventiestudies bij mensen en bij dieren. En hoe ga je al die informatie die je over een bepaald topic hebt gebruiken om bijvoorbeeld een voedingsadvies te geven. Dus dat grote plaatje komt in week 1. Dan gaan we in week 2 inzoomen naar een specifiek studiedesign. Dat is de randomized controlled trial. En in week 3 gaan we op een ander design inzoomen. Maar wat belangrijk is, is dat er daarnaast 2 opdrachten lopen waar meer discussie in zit tussen de studenten. En in die opdrachten, in die discussies, moeten ze alle stof toepassen op een heel praktisch onderwerp. En dat onderwerp was hier vitamine A en sterfte onder kinderen. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? De staf stelt zich voor. Hi al. Nou, en dat ben ik hier. En ik vertel wat over mijzelf, over mijn achtergrond. En zo stelt elke docent zich voor. En we zien gelijk dat we hier in een ander systeem terechtgekomen zijn. We zitten hier in Feedback Fruits. En dit is dus het platform waar wij interactie hebben tussen de docenten en de studenten en de studenten onderling. We beginnen elke week ook vaak met een korte clip waar we de week en de topic introduceren. Dat sla ik nu even over. En dan is de eerste activiteit in deze week is een e-module. En je ziet hier dus dat als je door de week loopt, dat je verschillende activiteiten tegenkomt. Hier een e-module, die ik zo zal laten zien. Een kennisclip. Een serie kennisclip over een bepaald onderwerp. Een stukje reading. Die discussie assignment waar ik het net al over had. En een vervolg op die discussie assignment. En hier zie je in het laatste onderdeel ook weer een combinatie van readings, clips, een kort discussietje, een zelftest. En we gebruiken dus voor alle vakken gebruiken we deze structuur. Een e-module bestaat bij ons uit allerlei onderdelen. Er zitten animatietjes in waar ze bijvoorbeeld een fysiologisch proces zien. Maar het belangrijkste is dat na elk stukje informatie er altijd een oefening komt. En hier zie je een voorbeeld van een vrij complexe oefening. Ze hebben hier informatie gekregen over een studievraag die ze moeten beantwoorden, achtergronden daarbij
En nu moeten ze zelf een design van een studie in elkaar knutselen. En afhankelijk van wat ze dan kiezen, krijgen ze gerichte feedback hoe ze dat kunnen verbeteren. En hier hangt dus een hele feedbackboom achter met feedbackstructuren. Omdat er dus niet één pad naar het juiste antwoord is. Dus op deze manier kan je wat hogere cognitieve leerdoelen, namelijk het ontwikkelen van een studie voor je vakgebied, kan je hier droog oefenen. Ze zijn gebouwd in grotendeels in Lectora. Dat is een authoring tool waar je in feite gewoon websites bouwt. Wij publiceren dat als Scorum modules voor de mensen die dat wat zegt, zodat ze kunnen communiceren met Blackboard en je hangt ze dus fysiek in Blackboard. Maar feitelijk moet je het zien als een soort webpagina die je maakt. Naast dat ze dus inhoudelijke kennis opdoen en vrij individueel aan zo'n module werken, gaan ze ook aan een discussieopdracht werken. En die wordt eerst geïntroduceerd inhoudelijk met behulp van een aantal clips en readings. Op het moment dat ze dat gedaan hebben, is het dus tijd om aan die discussieopdracht te beginnen. Want dat doe ik ook als moderator, als ze bezig zijn. En dan hebben studenten soms het idee van, nou, we zijn klaar, we hebben het antwoord, we hebben het eruit gehaald wat erin zit. Maar ik als moderator weet van, er kan nog best een verdiepingsslag, want jullie hebben de essentie nog niet te pakken. Nou, dan kan je als moderator van alles doen. Je kan het samenvatten en een vervolgvraag stellen. Je kan, als een punt ergens wel genoemd is, maar niet uitgediept, is dat er nog eens even weer naar voren brengen. Dus op die manier hou je als moderator al die discussies in de gaten en help je de studenten zo verder dat ze eruit halen wat erin zit. En zoals al gezegd wordt, dit zijn werkende studenten en die nemen heel veel kennis en ook praktische kennis uit hun baan mee en kunnen het soms op een andere manier gaan toepassen als wij als docenten van tevoren gedacht hebben, omdat ze net uit een andere hoek komen. En dat maakt het juist voor ons als docenten ook wel weer heel interessant en daar moet je op inspelen. En we proberen al die discussieopdrachten ook juist zo te formuleren dat daar ruimte is voor hun eigen inbreng en hun eigen ervaring. En dat is duidelijk anders als on campus, om even gechargeerd te zeggen, die mensen die net van het VWO komen. En op deze manier hebben we dus continu de inhoud afgewisseld met vragen, discussies waar ze interactie met elkaar aangaan. Deels dus in groepjes en dit is in de hele groep van 20, 25 personen. Dit stukje is vrijwillig, het groepswerk is meer verplicht en krijgen ze een cijfer op. Dus zo zie je dat we van alles afwisselen, maar er vooral op gericht zijn om de student niet passief achter zijn eigen pc te laten zitten, maar interactie aan te gaan, de stof te verwerken. En het mooie is ook, door deze discussie zie ik ook als docent wat ze wel en niet begrepen hebben. Want ergens moet ik als docent grip op krijgen van wat begrijpen mijn studenten. En on campus zie ik ze in colleges en ik zie als ze achterover gaan zitten afhaken of met elkaar gaan praten of wat dan ook. Dat zie ik hier niet. Wat ik al zei is dat een deel verplicht was in die discussieopdracht. En dat is een hele lastige. Deels willen we de bijdrage aan de discussie en of ze in staat zijn om inhoudelijk hun standpunt te verwoorden en te onderbouwen ook meewegen in het cijfer. Maar tegelijkertijd mogen ze leren in de leeromgeving, want het is een leerproces. Dus ze mogen ook fouten maken. Nou, wat wij erop verzonnen hebben is dat studenten hun beste bijdragers aan de discussie verzamelen in een zogenaamd individueel portfolio. Ja, op het moment is het helaas nog gewoon knip en plakken. We zouden dat wel wat meer fancy willen, dat je gewoon kan zeggen, hey, dit is goed, klik, komt in mijn portfolio. Het is helaas gewoon knip en plakken. Ze hebben er niet over geklaagd. We hebben heel bewust gekozen om alles asynchroon te doen, omdat we ook heel erg met verschillende tijdzones zitten. Dus dat studenten niet op een bepaalde tijd iets moeten doen. In groepsdiscussies, zeker als ze bijvoorbeeld samen iets moeten ontwikkelen of samen een verslag moeten schrijven of bij ons een interventie moeten ontwerpen, dan mogen ze binnen die groep best onderling op eigen initiatief overleggen via Skype. Er is ook een hele actieve Facebookgroep met deze studenten waar wij als docenten niet bij zitten, maar waar ze ook onderling overleggen. Maar het vaste programma is asynchroon vanwege die tijdzones. We hebben elk vak, of bijna elk vak, heeft een eindexamen. Multiple choice of open vragen. En daarnaast beoordelen we dus producten, discussies enzovoort. Dus een vak bestaat vaak uit meerdere beoordelingsmomenten. Dit gaat over het eindexamen. Na 5 weken is een eindexamen. Hoe gaat dat? De student doet het thuis, achter zijn eigen pc. Hij wordt opgenomen via de webcam. Zijn hele beeldscherm wordt opgenomen. En hij ziet de vragen op zijn eigen computer. Maar voordat hij begint, moet hij eerst een scan maken met zijn webcam door de hele kamer.
door over zijn bureau. Om te laten zien van, er liggen geen boeken, er staat niemand achter. Het geluid staat aan, dus als ze gaan praten of als er iemand binnenkomt, wordt dat ook opgenomen. En tijdens de hele sessie, als hij aan het examen zit te werken, wordt hij dus opgenomen op webcam, het geluid staat aan en zijn beeldscherm wordt gemonitord. En die hele opnamesessie we hebben een bedrijfje, een online proctoring bedrijfje, die hele opnamesessie wordt beoordeeld door mensen van dat bedrijf. Dus ook als je bijvoorbeeld de hele tijd naar boven in een hoek zit te kijken, heb je verdacht gedrag. Of als je de hele tijd naar beneden zit te kijken, dan ligt daar toch misschien je iPad onder je bureau of zo. Dus verdacht gedrag wordt gesignaleerd en daar krijgen wij als docenten een melding van, hey, deze persoon heeft verdacht gedrag. En dan kunnen wij alsnog ook zelf de opnames bekijken. En het is dan aan de docent of aan de examencommissie om te beslissen van, doen we daar wat mee? Maar op die manier examineren we dus volledig op afstand online gesurveilleerd. Onze online master is een good practice geworden, omdat wij met heel veel online tools in staat waren om de studenten zover te krijgen dat ze de stof gaan verwerken, dat ze er met elkaar over gaan discussiëren en dat ze net zo'n diepe leerervaring bereiken als in onze on-campus master. En daarvoor konden we die online tools kunnen we daar heel goed voor gebruiken. En we waren heel erg bang dat als studenten in de online master gingen leren, dat ze heel individueel gingen leren. En wat ons heel erg verrast heeft, is dat studenten interactie met elkaar aangaan. Deels stimuleren wij dat, geven wij ze oefeningen waardoor ze met elkaar moeten interacteren. Maar het gebeurt ook spontaan. Als ze iets niet begrijpen, vragen ze aan een ander geeft antwoord en ze krijgen een hele verdiepende leerervaring door op elkaar voor te bouwen. Als docent was ik ook bang van, kan ik wel zien of mijn studenten het begrijpen? Kan ik zien, als ik op een college sta, dan zie ik dat mijn studenten achteruit gaan zitten en in slaap vallen omdat ze mij niet begrijpen of mijn wenkbrauwen fronsen. Dat zie ik online allemaal niet. En wat mij verrast heeft aan de rol van docent is dat ik heel snel andere tools ging vinden om toch te zien van, snappen mijn studenten het? Ik zag ze online bezig discussiëren en ook daarin kon ik dus zien van, nu snapt mijn student het of nu snapt hij het niet en nu kan ik als docent die en die stappen doen, die en die vragen stellen om de student verder te helpen. Ik ben heel enthousiast dat de studenten enthousiast zijn. Dat ze hun leerervaringen koppelen aan hun beroepservaring, dat ze vragen stellen, dat ze actief een leerproces oppakken, dat ze mijn aanwijzingen ook volgen en daar heel makkelijk op verder bouwen. Dus ik ben eigenlijk verrast door mijn studenten.